Goed, we gaan naar de tweede amateurklasse B. Daar trok Berchem Sport naar de parel van Brabant en misschien ook wel van uw koelkast. Grimbergen dus. Geel-zwart speelde op de openingsspeeldag scoreloos gelijk tegen Tiene en kon dus maar beter winnen vandaag. Als je weet dat Grimbergen vorig seizoen net de degradatie kon vermijden, zag er alvast goed uit voor de Leeuwen van Stad. Welkom in het Prinsenbosstadion, een idyllische plek midden in het park, al zou het veld wel een ingreep van de groendienst kunnen gebruiken. De eerste helft gaan we u besparen, want die was intrist, maar dan echt intrist. We hebben ook serieus aan ons voeten gekregen in de rust, wat normaal is. Het was een heel moeilijk veld om op te spelen, dat wel. Je ziet ook, het is een akker eerste klas. Maar dan nog moeten wij met onze kwaliteit, dus als in de tweede helft gewoon een bal kunnen rondspelen en meer brengen. En dat hebben we dan wel getoond. Want na de pauze is het gelukkig minder lang wachten op actie. Jelle van Kruijsen is in eerste instantie net niet precies genoeg, maar dat zet aanvoerder Verstraeten recht. 0-1. Toch is het daarna weer wachten en wachten op kansen. Berchem Sport telt 3 ex-Grimbergen spelers, maar vlot voetbal kan niemand hier vandaag tonen. Dus kunnen we ineens naar de laatste 10 minuten als Van Kruijsen ideaal aangespeeld wordt vanuit het middenveld. 0-2. Zo lijkt de match helemaal gespeeld, maar in minuut 86 ziet de scheids Haans in een voor ons duidelijk aangeschoten bal. Penalty en 1-2. Het lijken nog spannende minuten te worden voor Berchem. Maar in de blessuretijd gunt Grimbergen Berchem Sport toch de zekerheid op een overwinning. Voor de tweede keer vanavond mag Van Kruijsen de bal in de netten leggen. 1-3. Vorige week hebben we een heel goede wedstrijd gespeeld. Dan blijven we steken op een 0-0. En dan wisten we dat we vandaag proberen 3 punten moesten te pakken. Want ja, dat is belangrijk voor de competitiestart. Dan zijn we direct mee. En zo begint Berchem het seizoen met 4-6. Ja, voor de gelegenheid werd ook het veld even speciaal vanuit Cyprus overgevlogen blijkbaar.